Avant la rencontre contre Malines le 4 novembre dernier, l'attaquant de Westerlo, Jens Nassens, a subitement perdu sa place de titulaire. En cause, une blessure peu banale et bien plus grave qu'il n'y paraissait. Aujourd'hui, l'attaquant des Campinois suit sa revalidation à Anvers avec le kiné David Bombeek. Half uur voor de opwarming tegen Mechelen liep ik naar de massagetafel en ineens kreeg ik een kramp in mijn been. Ja, niemand wist wat er eigenlijk aan de hand was. De match begon en ik lag daar nog op tafel. Dus ineens hebben ze mij dan moeten afvoeren naar het spoed. En dan bleek dat er een bloedklont er eigenlijk in mijn been is losgekomen van de kniestoot van de week ervoor. En dan is dat been eigenlijk een beetje beginnen vollopen met bloed. En werd de druk zodanig groot en dat mijn spier daar zo op reageerde. Het eerste zicht wisten we dat niet hoe dat er eigenlijk gaande was. En, dan heb ik 3 dagen met wel een beetje pijn rondgelopen. En dan hebben ze uiteindelijk bloed uit dat been gezogen. Maar dan ineens 5 minuten later begon het weer dezelfde reactie te worden als de zondag eigenlijk, net voor de match tegen Mechelen. En dan hebben ze die nacht eigenlijk met spoed moeten opereren. En als ze daar denk ik een dag later bij waren, kon het misschien veel slechter zijn. Het is een blessure dat niet veel voorkomt en je weet niet van wat gaan mij te wachten staan. Hoe lang zal ik uit zijn? Daar is eigenlijk nog altijd een beetje een vraagteken over. Vooral dat speelde in je hoofd, hè, van hoe lang zal ik uit zijn. Maar we hebben ondertussen al wel onderzoek gedaan en alles ziet er heel goed uit. David, hebben we Gira? Ça va? Ça va? Hey, bon collègue? Ouais, très bon collègue. Ton attaquant préféré pour jouer contre ou pas? Non, surtout pas. Non? Non, très difficile à jouer. En tout cas, une bonne personne. Mais il bosse pas assez ici. Is het een goede patiënt? Het is eigenlijk een superpatiënt. Ja. Hij doet alles wat hem gevraagd wordt. Er zijn ergeren. Ja, hij is niet een typische voetballer. De meeste voetballers hebben een lagere pijngrens, maar bij hem valt het wel. Elke dag gaat beter. En, in het begin was het vooral eigenlijk voor zorgen dat ik zo snel mogelijk mijn knie kon plooien, want ik liep altijd met gestrekt benen. Dat lukt nu al vrij goed. Ik kan al meer dan 90 graden. En een keer dat mijn been volledig zal geplooid zijn, zal ik terug fit zijn. Dan is het gewoon een beetje om de kracht eigenlijk terug te winnen. Dus het zal niet zo heel lang niet meer duren. Je hebt nu als jonge vader heel veel tijd voor de was en de plas extra. Ja, maar ik ben er toch ook mijn uurtjes per dag bezig. Dus maar het is wel leuk. Ja, ik moet nog altijd hetzelfde doen, maar het is wel leuk als je thuis komt en mijn dochter lacht naar mij. En dan vreet je even alles. Met welk gevoel kijk jij nu naar de wedstrijden van jouw team, van de bank? Plezant is dat niet eigenlijk. Nee, als je met je kas op te vreten. Je wilt natuurlijk zelf op veld zijn, dat kriebelt als je in de tribune zit. Ik kan het moeilijk van jezelf zeggen, maar je wordt wel gemist. Hè? Op zo'n momenten denk ik wel dat ze mij kunnen gebruiken, maar het is nu zo en ze moeten erdoor. En ik hoop toch dat ik binnen een paar weken terug al op veld zal kunnen staan. En wedstrijden is misschien een ander verhaal. We moeten dat dag per dag, week per week bekijken. Maar waar hoop je op? Ik hoop december. Ja. Sowieso, ja. Als ik december haal, zal ik heel tevreden zijn.